De Surinaamse schrijver Albert Helman staat centraal op de 7e letterendag van de werkgroep Caribische Letteren. Helman was de eerste migrantenschrijver uit het Caribisch gebied. Een multigetalenteerde wereldburger die onder meer actief was als componist, journalist, taalkundige en minister. Hij debuteerde als auteur in 1926 met Zuid-Zuidwest, een roman over Suriname en de verwaarlozing en uitbuiting van ons land door de Nederlandse kolonisator. Tientallen romans, gedichtenbundels en composities volgden daarna. De Letterendag is opgebouwd rond vier facetten van Helmans veelzijdige persoon, namelijk de muzikus, de eerste migrantenschrijver, de kunstenaar en de wereldburger. Via woord, muziek en beeld wordt zijn nalatenschap tot leven gebracht en tegelijkertijd gespiegeld aan het heden.